Waar baseren wij onze keuzes op? Waarom is het eigenlijk goed om het goede te doen? En wat is het goede eigenlijk? Het zijn vragen waar filosofen al sinds jaar en dag mee bezig zijn. Plato, Aristoteles, ze vroegen zich allemaal af wat het goede was. Niet alleen filosofen zijn er mee bezig, ook vanuit de theologie worden hier antwoorden op geprobeerd te vinden. Dostojevski zei al dat zonder God alles geoorloofd is. De vraag is natuurlijk of dit waar is. Wat we ook zien is dat de evolutietheorie en de biologie ook proberen een antwoord op deze vragen te vinden. Ze stellen als het ware dat onze moraal iets is wat in ons ligt en wat we zodoende niet anders dan kunnen praktiseren. Waar wij naar willen kijken op 25 april is de kern van deze discussie. Hoe benaderen we deze vragen vanuit een theologisch standpunt, vanuit een filosofisch standpunt en vanuit een biologisch standpunt? We hebben hiervoor drie woordvoerders uitgenodigd. En dat zijn Frank Hendricks, een filosoof hier achter aan de rug. We hebben uitgenodigd Antoine Baudard, een priester van de katholieke kerk. En Jan van Hoven, hij is een primatoloog en richt zich met name op de moraal, de ontwikkeling van moraal bij apen. Deze discussie zal geleid worden door André Rauwvoet. Hij is de oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie en is uitermate goed in staat om dit hele debat in goede baan te leiden. Woensdag 25 april ben je uitgenodigd om deel te nemen aan dit debat. Het verhaal van de moraal.